Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki herdenkt 63ste levensjaar met gebedsdienst. Actoren district Nikeri ingenomen met bezoek minister Levens. Minister Marie Levens gaat in op werkbezoek Nikeri. Bewoners achterland hebben behoefte aan meer cashpoint geldautomaten. En gezonde levensstijl cruciaal in strijd tegen corona. President Chandrika Prasad Santokki herdenkt op donderdag 3 februari 2022 zijn 63ste levensjaar. Op het historische presidentieel paleis is er een gebedsdienst gehouden om de geboortedag van de regeringsleider te memoreren. Directie, staf en personeel verbonden aan het kabinet van de president hebben de felicitaties overgebracht aan het staatshoofd. Het is een hele eer voor mij als president om vandaag met zoveel geestelijke leiders van zoveel gemeenten, religieuze organisaties, denominaties zoals Pastor Poto dat zegt, vandaag hier te zijn. En alle geloven die zeggen het. Wanneer je samen bidt, met zoveel bidt, dan is de kracht, zegen, sterker. En dan is de boodschap van onze Schepper ook sterker. En smeren. Nou, in ieder geval met zoveel gebeden van zoveel religieuze leiders gezegend. En natuurlijk
ben je al een paar dagen bezig om in gebed te gaan, terug te kijken afgelopen 63 jaar. Je zegeningen tellen, maar ook de beproevingen die je allemaal doorstaan hebt. Je ouders bedanken. Alle personen die ook bijgedragen hebben aan jouw vorming bedanken. Dat heb ik allemaal in gebed gedaan. En op zo'n jaardag is het goed om ook die rol en die verantwoordelijkheid die je hebt als president ook goed te belichten. Want je zit niet zomaar daar. Je hebt ook van de schepper een opdracht. En dat je die opdracht moet vervullen. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Nikeri. De bewindsvrouw heeft op woensdag 2 februari een druk schema afgewerkt waarbij zij diverse scholen en afdelingen die resorteren onder haar ministerie heeft bezocht. Dennis Malone, onderwijsinspecteur basisonderwijs en parlementariër Harriet Ramdien benadrukken in gesprek met de communicatiedienst Suriname het belang van het bezoek en gaan in op de onderwijsontwikkelingen en uitdagingen in het district. Nou, laat me er dit van zeggen. Wij zijn dus als district Nikeri vereerd met dit bezoek. Ik kan zeggen dat wat het onderwijs betreft in Nikeri er een ontwikkeling is, haast op alle niveaus. En de minister is vandaag op de openbare school Longmee in de oostelijke polder. Bewust is ook gekozen voor de oostelijke polder, omdat we vaak genoeg scholen in het centrum aandoen. En ik kan er dit van zeggen, dat met de ontwikkeling die er is binnen het onderwijs, het nieuwe curriculum, ja, de nieuwe werkwijze, dat met de komst van de minister dit dan ook een boost krijgt. Het eerste waarmee we zitten, laten we zeggen, de gebouwen, ja, infrastructuur. Wat het aantal leerkrachten betreft, daar zijn we dus goed voorzien. Maar de gebouwen, onderhoud van de terreinen, regelmatige aanvoer van leermiddelen. Zeg maar ook het aandoen van scholen buiten Nikeri. Want ik heb dus ook onder mij de scholen in het Wayambo-gebied, de scholen te Kabalebo, Apura, Washabo. En het aandoen van de scholen, het brengen van bezoeken aan de scholen, die controle uitoefenen op de scholen, daar moeten er toch wel wat middelen vrijgemaakt worden, zodat we dus het verloop van het onderwijs daar ook kunnen controleren. Kijk, dit soort bezoekjes vind ik heel belangrijk. Ik zou ook andere ministers aanraden om dit te doen, omdat dit een contact tussen het veld en de minister ook verstevigt. En vaak is het zo dat er een heleboel informatie zijn waarvan misschien de minister net niet op de hoogte was en door dit soort bezoekjes ze allemaal wel meekrijgt. En laten we eerlijk zijn, zeggen in het parlement is één, maar het rechtstreeks van de mensen horen uit het veld is toch even belangrijk waardoor je het rechtstreeks hebt. Dus ik zou aanraden, alle ministers moeten eigenlijk naar het veld om dit werk te doen. Wij zijn nu op Milo Sital Singh. U kwam net uit een deliberatie met leerkrachten, minister en haar staf. Heeft u enkele kanttekeningen geplaatst? Ja, ik had een beurt daar om het woord te voeren en ik heb gelijk aangegeven, nadat ik de informatie verkregen van de heer Top en het werkcommissie en van de minister, heb ik wel duidelijk aangegeven dat informatie wat wij hier vandaag gehoord en gekregen hebben, dat dit heel belangrijk is dat het naar buiten gaat. Naar buiten bedoel ik vooral de ouders en ook de kinderen en natuurlijk de leerkrachten ook. Maar voor mij is op dit moment een heel belangrijk factor dat de kinderen en de
ouders begrijpen waarover het gaat. Er is nog heel veel onwetendheid over dit stuk naar buiten toe. En ik heb natuurlijk de minister ook gevraagd, laat de communicatie zo breed zijn, waardoor de ouders meer inzicht hebben om hun kinderen te ondersteunen naar de keuzes die ze moeten maken. Want het zijn nieuwe richtingen, het zijn nieuwe keuzes die ze moeten maken. En u weet, nieuwigheid is vaak onbekend. Minder bemind en dat moet dan bij de mensen gaan aangekweekt worden. Tijdens een persconferentie op 2 februari 2022, gehouden op het terras van Residence Inn in het westelijk gelegen district Nikeri, is minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ingegaan op de essentie van haar bezoek aan het eerder genoemd district. से ढूंढती है बेबी तू हर जगह ना I'm the one yeah I'm the one छोड़ो नखरे जल्दी से बाहों में आओ ना I'm the one yeah I'm the one yeah मुझे पता तेरे पीछे हैं हजारों पर हजारों मेरा मुझको मिलाओ जैसा तू कहे वैसा मैं करूंगा तेरा पीछा ना छोडूं कभी oh, oh, I'm the one गला मेरी मन In eerste instantie ben ik me persoonlijk komen oriënteren, omdat ik heel graag luister naar de mensen zelf. Ik heb natuurlijk rapporten gehad van mijn staf, die vrij helder waren. Maar je wil altijd toch even zelf met de mensen praten. En dat heb ik dus ruim gedaan. Ik heb met docenten gesproken, met leerkrachten gesproken, met inspectie gesproken, maar ook met mensen die gewoon in het dagelijks leven werken. Met vissers, met bouwers, met mensen die in de bosbouw zitten. Ik heb met heel veel mensen in Nikeri gesproken. En het geeft me een goed beeld van wat men vraagt in Nikeri. En wat de problematiek is bij de uitvoering van ons werk in Nikeri. Verder heb ik een nieuwe studierichting geopend, zeg het maar zo. En die nieuwe studierichting is, noem het maar MULO C. Tot nu toe hebben we gehad, wanneer de kinderen overgingen van de tweede naar de derde MULO, dan waren er maar twee keuzes. Of je gaat naar MULO A, of je gaat naar MULO B. Dus heel Suriname gaat of een beetje wiskunde en natuurkunde doen, of ze gaan in de handelsrichting, handels en economie. En dat was te weinig. Dus we hebben nu gestart MULO C. En dat is een richting voor talen en informatie, communicatie, technologie. Omdat die kinderen daarvan houden en er veel belangstelling daarvoor was. Blijven zitten mag niet meer. Uit het systeem vallen mag ook niet meer. We moeten onze kinderen vasthouden, eigenlijk totdat ze 16 zijn. Voorlopig houden we ze vast totdat ze 14 zijn in de tiende leerjaar. Elke Suriname moet naar school zijn gegaan tot het tiende leerjaar. We kunnen geen land opbouwen met mensen die zijn uitgevallen vierde klas lagere school. Vasthouden. Moeten ze allemaal een 10 krijgen voor alle vakken? Dat niet. Maar je houdt ze vast en je kijkt, oh, maar hij is wel goed in dat vak. En hij is wel goed in dat vak. Normaal, als je van twee vakken een diepe onvoldoende had, dan moest je blijven zitten en dan moest je het hele jaar over doen. En dan deed je het hele jaar over en dan bleef je toch weer zitten. Na 2 of 3 keren dan wordt het een kind dat maar blijft hangen tot hij 15 is. Mag niet meer. Mag niet meer. Doorstoten, doorstoten. In de dingen waarin die kinderen heel goed zijn. En dan ga je zien dat er, dat ze gaan opfleuren en dat ze het leuk vinden op school. Afschrijven mag niet meer, blijven zitten mag niet meer. Je moet ze vasthouden in de dingen waarin ze wel goed zijn.
Bewoners van het achterland van Suriname hebben via diverse actoren kenbaar gemaakt aan de regering dat er behoefte is aan meer cashpoint geldautomaten in het binnenland. Dit past precies in het beleid van de regering om meer Surinamers toegang te geven tot het bancaire systeem. In 2021 werd er op 28 juli een samenwerkingsovereenkomst bezegeld tussen de bankiersvereniging en de ministers Armand Agaibersin van Financiën en Planning en Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Op 31 juli werd in het grootste dorp van het bestuursresort boven Suriname, Guyaba, de eerste Cashpoint ATM-machine in gebruik genomen. Voor ondernemers die actief zijn in de landbouw en toerisme in het boven Suriname gebied, is de beschikking over een ATM een zeer positieve ontwikkeling. Ook de mensen die een sociale uitkering krijgen van de overheid kunnen makkelijker over hun geld beschikken. Voor AOV en AKB hoeft de overheid geen bommen geld meer te transporteren naar het binnenland. Gelet op de vele voordelen van een cashpoint geldautomaat doen binnenlandbewoners een dringend verzoek aan de overheid en banken om meer van zulke ATM-machines uit de grond te stampen. Behalve het volgen van de Mohana-regels is het zaak te zorgen voor een goede weerstand. De kans op hospitalisatie als gevolg van COVID-19 is kleiner bij volledig gevaccineerde personen die ook nog de boosterprik genomen hebben. Daarnaast is het belangrijk zoveel mogelijk het lichaam door een gezonde levensstijl weerbaar te maken. Gezonde voeding met voldoende groente en fruit in combinatie met de nodige lichaamsbeweging helpen daarbij. Laten wij zorgen voor een gezonde samenleving door te werken aan onze weerstand. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.